Heyo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag ben ik terug samen met Jordi voor de allereerste surftour op zijn nieuwe server. En ja, Jordi, wat is dit nou eigenlijk allemaal? Een survival server. En ik wil nu mijn intro doen, Ronald. Ja, is je goed. Okay. Yo mensen van Dit is een Gaming kanaal, welkom hier in deze surftour samen met Ronald. Hallo allemaal. Ja, dit is de nieuwe public server van Jordi, dus ja. Ja, we hebben een hele nieuwe map, dus ik zeg even hoi tegen de mensen die er nieuw in zitten. Ja. En ja, het is best wel grappig, want dit hebben we net opgenomen na de stream van de server. Ja. Ik raad je echt even aan om te bekijken, want hij was super awesome. Link staat in de beschrijving. Ja, we hebben echt gewoon alle mensen respect en zo. En dat doen we iedere keer als we weer gaan livestreamen bij nieuwe mensen. Mensen die er al een tijdje in zitten. Daarom hebben ze ook allemaal al armor en diamonds en shit. Maar dit is de heilige spawn piramide, dus ja. Ja, kijk, zo ziet het er ongeveer... Van, ik zeg even ja. Zo ziet het er van bovenuit. Dit is de spam. Ja, ik heb hem gemaakt. Ik ga even naar een paar mensen tp'en. Ik ga even tp'en naar Dickie. Dick. Ja, doe ik ook even. Kijk. Dit maakt hij nu. Ja, dit is een huis. Super grappig. Dit maakt hij nu. Dit is wel grappig, dit. Ja, het is echt episch, joh. Ja, kijk, dit, het is nog niet af. Zie je wel, het is nogal logisch. Ja. Ja, oh, daar komt ook nog iemand aan, zie ik. Woi, joh, dit is een chill huis, joh. Is dit niet van Lotje? Ja, dat zei ik dus ook huis van Lotje. Dat is echt een fucking chill huis. Private, ja, ik kan erin, lol. Close doors, oké. Oké, lol. Hallo. Nou, wat heb je in de chest, Lotje? You don't have permission. Ik ben hier verdorie admin. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Nee, maar ik kan wel de fucking deur openen. Wat de hel. Nou, in ieder geval, het zal. Even kijken, goed, we hebben nog meer huisjes. Okay. Dan gaan we even kijken naar dat huisje daar. En ja, ik wil even wat uitleggen jongens, want deze server is niet 24/7. Hij staat ook niet iedere dag aan met deze, maar wel, we nemen hier ook in op. We werken wel aan dat we twee servers kunnen hebben en alles en fancy rotzooi, maar dat wordt allemaal gefixt binnenkort. Even kijken, kan ik hierin? Oh my god. Ronald, niet stelen. Ik stel jou niks. Ik geef haar wel wat. Kijk, dit geef ik haar. Oké, dan geef ik haar ook wat. Hier, is een diamond sword. Shit. Nee, doe het dan goed. Kijk, geef het dan dat. Stek met diamond. Doe het dan goed. Nou, even kijken. Maar goed jongens, even de regels op deze server. Waarom staat mijn render distance zo poep? Dat je gewoon poep bent. Nou, dan. Wat is er nog meer? Oh, hier wordt ook nog gebouwd, zie ik. Waar? Een tp anders maar naar mij. Kijk, hier wordt ook nog gebouwd. Oh my god, epic. Hallo. En ja jongens, de enige regel op deze server is in principe qua bouwen. Bouw niet in spawn. Gewoon, kijk, hij heeft hier buiten gebouwd. Dat mag allemaal, je mag straten aanleggen. Ja, je mag zelf weten wat je bouwt. Yes. Wij zullen soms wat droppen en we gaan ook proberen om misschien... Ik heb nog niet overlegd, maar meer livestreams te doen. Ja. Dan op deze server. Ja, en het is best wel grappig, want wel, de spawn is nog lang niet klaar in principe. Kijk, er komt nog een heel dak op. Ik ben en LXD zegt welkom in onze geweldige leuke server. Bedankt. Lol. Thank you. Maar ja jongens, in principe, er zijn nog wel wat andere regels. Al jullie namen van de mensen die erin zitten, komen op een bord te staan. De regels worden nog wel aangescherpt. Ja. Dus het is zeg maar in beta nog. Ja. Maar ja, ze blijken het hartstikke leuk te vinden. Je mag zelf weten wat je mag bouwen. Je zit in survival. En we zullen dan soms bij de spawn wat spullen droppen. Ja. Ja, man. Moeders ook altijd met koffie. Nee, maar... Nee, maar ook eens even wat hout bij hun gaan droppen. Want hun hebben gewoon een deur het huis. Kijk, dan gaan we dat nu doen. Oké. Dan gaan we even de mensen wat spekken en zo. Dus ja. Maar ja, jongens, ik wil nog wel even zeggen dat als jullie allemaal wegen gaan aanleggen, doen we het dan wel even in dezelfde stijl. Dus ja, ik ga nog wel één soort weg maken en die moeten jullie dan gewoon even vervolgen, dus... Daar gewoon een hele vrije server. Je mag zelf doen wat je wilt, als je maar niet in de spawn bouwt. Spekken. Even kijken, wat geven we ze? Wat dacht je van een halve stack met diamond blocks? Melons. Ik geef ze gewoon wat hier en 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 spons krijg je ook van ons. Ja, maar wij gaan ook een huisje bouwen. Dus ja, ik ga mijn huisje daar op de zwevende eiland bouwen. Daar, die heb ik ontdekt. Dus ja. Oh, er flikkert er iets bij mij. Godsam, mensen zijn hier achter me bezig, man.
Jezus. Prachtige server toe, geweldig gewoon. Maar ja, eens even kijken. Je hoort heel veel op de achtergrond. Ja, hoe kan dat nou weer dan? Het is wel een epic map, vind ik zelf. Dus ja, maar goed, we gaan dus proberen iedere week sowieso een server tour te doen. Ja. Oké, klik even op het groene duimpje. Ja, gaan we het hierbij laten? Ja, laten we zeggen, als we, weet ik, voor bij mij ongeveer 10 groene duimpjes krijgen, dan zal het echt gewoon epic zijn. Gewoon echt epic. Als we bij mij de 40 halen, dan gaan we zo snel mogelijk weer livestreamen. Ja, en wil je weten wanneer de server aanstaat, dan moet je ons even volgen op Twitter, want dat tweeten we dat. At ditgamingkanaal, at shadowgames23. Ja, en vaak gaan we ook een server. Hij post allemaal updates en leuke tweets. Ja, soms ook wel. Hij tweet echt bullshit, joh. Ja. Gewoon soms ook wel wat meerdere server tours achter echt boeiende dingen zijn gekomen. Soms hebben we zelfs een hele discussie op Twitter. Ja, joh. Maar jongens, gebruik alsjeblieft even de Railroad. Kijk, dit is de Railroad van spawn, dus daar ga je van spawn af. Dit is de Railroad na spawn. Zo ja, misschien kijk, vaak denken, hoe moet je vanaf hier nou naar spawn komen? Wel, dat is dan heb je geen zin om te lopen en dan kun je gewoon hier zo. Ja. En daarom heb ik ook een looppad ernaast gemaakt. Dus dan kun je ook naar de spawn toe. Maar je kunt ook gewoon lopen. En er zitten allemaal minecarts hierin, dus stil ze alsjeblieft niet. Want wel, dat zou zeg gewoon. Zeg dat even vooral, ja. Ik probeerde de boek op het train track te plaatsen. Gewoon, what the fuck, man. Hier heb je een chatboek en een real ding. Okay. Maar klik even op het groene duimpje. Laat even een reactie achter met je Minecraft naam. Wie weet, wij gaan de volgende keer invites weggeven. Hoorde je dat op de achtergrond? Misschien 2, misschien 1. Weet ik veel. Het hangt er vanaf hoe goed alles loopt. Dus ja. Ja, en ja. En dan zien wij jullie later. Ja, later mensen. Oh ja, by the way. Er worden pas weer zo rond de volgende ding geïnvite. Dus ja, laat even je Minecraft naam achter hier in de beschrijving. Of nou in de reacties. Ja, dan zeg ik, later mensen. Later.